Hoi, leuk dat jij weer een slijmvideo komt kijken bij mij vandaag. Deze slijmvideo is een beetje een onderdeel van een challenge. Was het eigenlijk niet. Ik dacht, ik ga lekker een slijm maken. Maar toen zei mijn man, gamerpapa, ik ga ook vandaag met Elmer slijm aan de slag. En ik weet zeker dat mijn slijm mooier gaat zijn dan die van jou. Nou, dat kan ik natuurlijk niet over mijn kant laten gaan. Dus ik ga vandaag super hard mijn best doen om echt prachtig slijm te maken. Ik ga aan de slag met Elmer slijm en ik heb dit gekregen. Gamerpapa heeft ook zijn spulletjes gekregen. Wij hebben deze spullen gekregen van elmer-shop.nl. Dat is dus een nieuwe webshop waarbij ze veel Elmer lijm slijm spullen verkopen, waarmee je heel mooi slijm kan maken. Ik heb alvast gespiekt. Ik weet dat mijn man op zijn kanaal hiermee aan de slag gaat. Dus dat is wel heel erg prachtig. Zoals je kan zien, hij gaat met clear glue, dus doorzichtig slijm, aan de slag. Hij heeft hele mooie glitterstiften. Dus zijn slijm kan eigenlijk al bijna niet misgaan en echt super mooi worden. Dus het wordt voor mij wel lastig, want ik ga met witte lijm aan de slag. En dat is dan lastig om super mooi te krijgen. Dus ik heb hele mooie spulletjes gezocht in mijn kast. En ik hoop dat ik hiermee heel erg mooi slijm kan krijgen. En dan dus toch de challenge van hem zou kunnen winnen. Ik gebruik schoolglue. En daar staat ook echt op great for slime. Je ziet er zelfs een jochie met heel mooi slijm meespelen. Child friendly. En als activator gebruik ik Magical Liquid van Elmer's. Dus dat is in plaats van lenzenvloeistof, wasmiddel en of ander boraxmiddel. Dat kun je gewoon zo bij de webshop kopen. Ik heb het nog nooit eerder gebruikt, dus ik ben heel benieuwd hoe dit er zo uit komt te zien. En voelen natuurlijk. En verder, om het extra mooi te maken, ga ik hele mooie roze glitterdust gebruiken. En unicorn tears om te proberen deze challenge van Gamerpapa te winnen. Ik ga aan de slag, ik ga dit maken. Je kan bij Gamerpapa zien wat hij gemaakt heeft. En dan zullen we het later met elkaar vergelijken en kijken wie van ons twee heeft gewonnen. Ik ben benieuwd hoe dit gaat werken met Magical Liquid. Ik zie in elk geval dat ik op één pot lijm, Elmer's lijm, helemaal tot en met de streep moet leegmaken om dat bij elkaar te mixen. Eén zo'n onderdeel is goed voor zowel deze fles van 118 milliliter, maar ook voor een grotere clear glue fles van 147. Dus voor allebei kan je dus één zo'n deel gebruiken. Er zijn dus vier delen, dus ik kan hiermee met vier lijmpotjes kan ik dus slijm maken. Nou, ik ga beginnen. Ik ga dit hierin doen. Lijm erin. Dan gaan we een beetje kleur geven. Ik heb hier nog wat roze glitterpoeder. Zo, ik denk dat ik er nog wel wat meer nodig heb om het gewoon echt heel mooi te kleuren. Want als je lijm wit is, dan gaat het altijd met wit mengen. En dan moet het altijd een leuk kleurtje krijgen. Dus dan heb je wat meer nodig. Nou, dit is natuurlijk nu een leuk doosje om hier nog lipbalsem. Kun je dus je eigen lipbalsem maken en hierin smelten. Dat is ook altijd wel leuk om te doen. Daar heb ik ook wel aardig wat video's van. En dan nog even iets meer kleur. Zo. Dit gaan we even mixen. Nog niet genoeg kleur. Dus hup, meer erin. Volgende stap, Magical Liquid in plaats van lenzenvloeistof of wasmiddel. Ik heb hier een measuring cup, een maatbekertje van, even nadenken, Zenos. Daar kun je dus zulke kopen, die zijn wel erg handig. En ik las wel dat ik niet allemaal tegelijk moest doen. Dus ik las geloof ik iets van beetje bij beetje. Dus er moet hier in elk geval 60 in. Doen we gewoon zo. En dan... Zo kom ik nog lang niet in de buurt, dus dat kan wel mooi zo. Nou, volgens mij kom ik niet helemaal overeen. One batch is tot de streep, dacht ik. Of misschien kan ik er gewoon 5 mee maken, dat ik even niet goed heb berekend. Nou, we doen gewoon dit en dan gaan we beetje bij beetje zo. En dan gaan we eerst hiermee beginnen en daarna gaan we weer verder roeren. Je ziet het al gelijk lekker dik worden, dus dat is wel heel erg tof.
dat gelijk inderdaad mooi met elkaar werkt. Dat is dan ook wel fijn, denk ik dan. Want je koopt dan deze producten die dan voor elkaar bedoeld zijn. Hè? Dus Elmer lijm samen met Elmer Magical Liquid. En dan hoef je dus niet iedere keer te puzzelen van, nou, waar koop ik mijn lenzenvloeistof? Welk merk moet ik hebben? Harde, zachte lenzen of wasmiddel? En welke lijmpotten werken wel of niet? Want dat is altijd zo lastig natuurlijk. Ik roer verder en ik zie, en dit is scheikunde, dus dat is altijd heel erg leuk. Net was het heel dik, dat liet ik je net zien. En nu is het weer helemaal dun. Oftewel, er zat dus nog niet genoeg Magical Liquid bij om het slijm te krijgen. Nou, en dat is ook het leuke van slijm maken. Het is eigenlijk gewoon scheikunde. Stoffen reageren met elkaar en reageren dan weer verder. Nou, omdat dit dus te weinig was, is het weer gewoon drap geworden. Dus ik hoop eigenlijk, want er zijn nu heel veel kinderen altijd slijm aan het maken. Dus ik hoop eigenlijk dat we straks een hele generatie scheikundigen aan het opvoeden zijn. En dan hebben we later best wel wat flinke scheikundigen in onze maatschappij. Dat zou wel leuk zijn. Ik ga door. Ik doe steeds beetje bij beetje. En ik roer verder. En als het dan uit elkaar valt, weet ik dat ik weer bij moet doen. En als ik merk het valt niet meer bij uit elkaar, dan weet ik dat ik er bijna ben. En dan kan ik dus, als het goed is, heel erg mooi slijm maken. Ik heb nog niet alles erin gedaan. Ik moet nog een klein beetje, zoals je daar kan zien. Maar ik vind het altijd leuk om gewoon eerst lekker te mixen. Dus dat is wat ik eigenlijk nu aan het doen ben. En hoewel het net heel vloeibaar was, zie ik wel hoe meer ik mix, hoe dikker het wordt. Ik ga er wel vanuit dat ik nog wel steeds echt mijn kopje wel leeg moet maken. Want dit is 60 milliliter. En dat is ook wat echt hierop staat, 60 milliliter alleen. Ik heb nog niet, even kijken tot waar die zit. Hij zit nu bij mij tot de label. Zoveel heb ik geleegd. Ik ging er eigenlijk vanuit dat ik moest legen tot de streep. Want daar staat één batch, één dosis. En dan dacht ik 1, 2, 3, 4 keer slijm maken. Dit helemaal leeg maken. Maar daar moet ik nog even zien te ontdekken. Want ik heb hier nog wel aardig wat in mijn kopje. Ik denk dat ik nog maar, even kijken. Ik denk dat ik nog maar 30 milliliter heb gebruikt en nog geen 60. Dus ja, dat moet ik maar gewoon even uitvogelen. Ik vind het ook wel leuk. Tuurlijk kan ik mijn hele kopje leegmaken en gewoon doen wat er staat. Maar dat vind ik niet zo leerzaam. Dan heb ik niks ontdekt. Dan heb ik eigenlijk alleen maar nagemaakt. Dus ik vind dit wel eventjes leuk. Ik mix even verder en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Kijk, het wordt echt al heel mooi. Het wordt al lekker dik. Nog, je ziet het plak nog aan mijn vingers, want ik moet natuurlijk nog meer uit het kopje legen. Ik vind het ook wel grappig om te zien. Het is best wel dik. Het is best wel dik spul. Ik denk dat ik zo even een beetje aan je kan laten zien. Nee, ik kan het niet goed laten zien. Dat is jammer. Het is echt heel anders dan je gewend bent van lenzenvloeistof of ja, wasmiddels natuurlijk ook wel heel erg dik spul. Maar het is gewoon wel echt lekker dik. En ook een beetje olieig lijkt het wel. Dus ik ben heel benieuwd of je daar heerlijk ja, ander soort slijm van kan maken dan dat we tot nu toe gewend zijn. Ik speel gerust even verder en laat je zo meteen zien hoe het eruit komt te zien. En dan ga ik het verder versieren met de Unicorn Tears. Ik ben al lekker ver, zoals je kan zien, maar nog erg plakkerig. Dus ik moet wel echt mijn kopje gaan leegmaken om slijm te maken wat minder plakkerig is. Ik ga even door. Zo kun je zien hoe ver ik al ben. Door er gewoon mee te spelen, lekker te kneden, wordt het vanzelf steeds minder plakkerig. En eigenlijk al bijna heel erg goed om mee te spelen. Ik heb nog steeds een beetje over in mijn kommetje. Nou, nu plakt hij dus wel weer. Dus we gaan weer ook de rest erbij doen. Dus zo kan ik je gewoon laten zien hoe je dit het makkelijkst kan maken en ook het leukst. Het wordt steeds beter. Het wordt gewoon steeds leuker om mee te spelen en steeds minder plakkerig. En op zich hou ik wel van plakkerig, maar ik wil even kijken wat ik voor slijm zou kunnen maken hiermee. Ik ben inderdaad al bijna klaar met mijn kopje. Nog een heel klein beetje. Dus ik ga nog even door. En zo is het dan geworden. Lekker. Ik kan het ook echt lekker bubbeltjes zeg maar inmaken. En dan de bellen laten knappen. Dus dat is wel heel erg leuk. En ja, het is qua roze jammer genoeg nog niet echt een hele mooie kleur. Ja, dit ga ik natuurlijk nooit winnen.
Dus ik ga even mijn unicorn tears erin mengen. Zo. En hopelijk wordt dit zo wel wat. En unicorn tears zou eigenlijk denk ik wel mooier zijn in clear slijm. Want nu verdwijnt het eigenlijk gewoon hier in mijn slijm. Dus dat is wel jammer. In clear slijm zou je dat veel mooier zien. Oké, okay, dit wordt ook al wel leuk. Kijk dan. Zo. Ja, kijk. Dit begint er zo al wel leuk uit te zien. Het is, wel in clear slijm is het gewoon mooier, deze dingetjes. Dus het is wat minder mooi met wit lijm als basis. Maar het heeft wel wat. Als je het lekker uitstrekt, dan zie je dus de leuke unicorn dingetjes, zeg maar, die erin zijn gegaan. Ik denk wel om tegen clear glitterslijm op te kunnen, dat ik ook iets van glitter erin zou moeten doen. Dus we gaan ook even wat roze glitter erbij doen. Een beetje roze glitters. Even in mengen. Hoe meer ik erin stop, hoe taaier mijn slijm dan natuurlijk wordt. Dus daar moet ik wel een beetje mee gaan uitkijken. Ik ga er nog een klein beetje meer bij doen. Maar dat zie je dan in in de video bij samen met Gamer Papa. Kijk, hier begin je het al een beetje te zien. In de video met Gamer Papa, waarbij we gaan kijken wie van ons twee het mooist heeft gedaan en dus heeft gewonnen. Ik hoop dat je dit leuk vond, deze video voor vandaag. Is het zo, vergeet niet de video een like te geven. En je kan dan bij de challenge met Gamer Papa zien wie van ons twee je dan wint. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Doepa doe!